Voor het zesde jaar organiseerde het Trefpunt Heilo weer een repaircafé. Dit alles onder het motto weggooien, mooi niet. Iedereen was welkom om een apparaat mee te nemen om na te laten kijken of het nog gerepareerd kon worden. Als eerste kon men zich inschrijven bij binnenkomst. Hier kon de klacht omschreven worden en werd er bepaald bij welke afdeling de reparatie moest worden uitgevoerd. Voor de grote drukte zal men eerst even moeten plaatsnemen aan de leestafel tot het nummer wordt opgeroepen. De meegenomen spullen mogen maximaal het formaat van een stofzuiger hebben. Ik vrees dat er niks aan te doen. Ja. Goedemorgen, welkom bij het Repair Café in het Trefpunt in Heilo. Wij organiseren nu denk ik ongeveer al 6 jaar een Repair Café. Nou, tijd van corona is het niet doorgegaan uiteraard. Je kan zien hoe druk het hier is. Het is ontzettend veel behoefte aan. Mensen vinden het zonde om kapotte spullen meteen weg te gooien. Gunnen het een tweede kans. En dat is waar het Repair Café ook voor is. Als ik ga fietsen, dan gaat hij zelf al lachen. Zodat hij dus. En dan is de. Dan staat hij het zo en dan blijft hij. Ja, ik vind het wel door het debat. Het is nodig een examen. Ja, kijk. Als je gaat fietsen, dan denk je van, nog harder.